Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe aflevering hier op YouTube van een of andere biergek Biergeek Holland en zijn bierreviews. Bierreviews? Whatever. Een paar weken geleden was ik met Gerben, Thomas, Danny, onder andere Ferry ook trouwens, biergeeks. Waren wij in Den Haag tijdens de Week van het Nederlandse Bier. Was super, super tof. En dan hoor ik je denken, Remy, dat weet ik toch, heb ik toch gezien. Waarom kom je daarop terug? Wij kwamen aan, tenminste ik en Thomas en Ferry. We kwamen aan in Den Haag. Toen moesten we even wachten op Gerben en op Danny. Crafty Danny. Gerben, misschien wel bekend. Ik denk het wel, hè. Wij vormen samen trouwens. Gerben, aka Dutch Beer Geek. Thomas opent en ik... Dutch Beer Collective. De Dutch Beer Collective.nl. Kijk daar, staan al onze filmpjes op. Eén overzicht, super handig. Ook te volgen op Facebook en Instagram. Mag reclame van gemaakt worden. Weet je, volgen mensen. Maar goed, wat ik dus wou zeggen, dat wij in Den Haag waren, kwam Gerben naar me toe. Ik heb wat bier voor je. Nou, ik had ook wat voor hun. Was niet zo afgesproken, maar Gerben was zo tof om mij een biertje te geven. Je zag het al in de intro. Het is bier uit Groningen, mensen. Baks Beer Brewery. Seriously Playful. Check it out. Het is hun Abel's Ale. Pacific IPA 7,8%. Ziet er mooi uit. Mooi artwork ook. Er staat ook nog een stuk tekst op de achterkant. Abel de Ontdekker. Tasman. Bevroor de stille oceaan op zoek naar nieuwe werelden. Volgeladen met tropisch fruit, bloemen en specerijen wist hij zijn thuishaven Groningen weer te bereiken. Hij heeft deze Pacific IPA misschien niet zelf gebrouwen, maar hij smaakt zeker zo avontuurlijk als zijn ontdekkingen. Volgepakt met de meest verse Australische en Nieuw-Zeelandse hop, met op de achtergrond een subtiele hint van Thai Dragon Papers, is dit bier de belichaming van de ontdekkingsreizen van Abel Tasman. Ziet er heel goed uit. Ik ben wel benieuwd. Dragon Papers, Thai Dragon Papers. Ik hou wel van een beetje peperige bieren. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze Pacific IPA doet. Zoals ik al zei, Baks Brewery uit Groningen. Gerben, Dutch Beer Geek. Nogmaals, bedankt voor dit bier. We gaan hem openmaken. Here we go. En uiteraard de bieren die ik verkrijg van, nou ja, in dit geval Gerben. Ja, weet je, dat moet gewoon gereviewd worden. Ja, toch? Dat doen we voor elkaar. Weet je? Ieders hobby. Leuk hobby. Denk het wel. Here we go. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar dit bier. Ik moet zeggen, ik al een tijdje niks meer van Baks bier op heb. Remy, wat doe je nou? Remy zit weer te knoeien, mensen. Ik dacht, ik schud hem even. Dan kan ik er nog wat bij knallen. Uiteraard hebben wij doekjes. Een beetje vies doekje. Maakt niet uit. We gaan verder. En, ja, het is een tijd geleden, Baks bier. Ik weet niet. Ja, geen reden voor. Het is meer dat er zoveel bier op de markt zijn. En ik zie dan heel vaak andere bieren. En ik denk van, ja, mooi. Die gaan we proeven, elke keer weer nieuw. En bij Baks bier... dus niks tegen Baks bier of wat dan ook. Dus misschien onwetendheid van mezelf. Ja. Nooit meer aan toegekomen. Dus ik ben blij dat Gerben deze mij heeft aangeboden. Om te reviewen sowieso. We gaan kijken naar de kleur. Licht hazy. Mooie witte schuimkraag. Mooi van kleur ook. Echt mooi geel. Beetje neigt een beetje heel licht naar oranje. Prachtige kleur. Ziet er goed uit. We gaan hem ruiken. Here we go. Ruikt inderdaad tropisch. Tropisch geurtje. Hoppig. Ja, ook wel een beetje creamy-achtig. Ruikt niet verkeerd. Ik ben heel erg benieuwd. We laten ons nu verwennen. Ja, toch? Proost. Lekker.
Ik moet zeggen, ik zat al te denken van, ja, ik weet dat er een pepertje in zit. Wanneer komt die? Ik proef hem echt alleen in mijn keel. Dus niet in het mondgevoel. In het mondgevoel is hij vrij tropisch. Ook wel een licht bittertje erin. Maar in de afdronk voel, dan merk je wel dat hij wat meer brandt. Niet extreem, niet extreem. Maar als je een peper moet ontdekken, zit hij hier en niet hier. Smaakt niet verkeerd. Lekker. Ik moet zeggen dat hij. Ik weet niet. Hij is wel. Hij is anders dan anders. Logisch, het is een ander bier. Maar ik bedoel te zeggen, het is wel echt kenmerkend. Of nou, laat ik zo zeggen, een aparte smaak. Maar wel een hele mooie smaak. Het is niet zoals. Ah, het is weer een IPA. Of een bepaald type bier. Ja, dit is toch wel iets. Ik weet niet, unieks. Ik vind het een mooi bier. Ja, ik vind het echt een mooi bier. Pepertje, meestal. Ik ben gewend dat je, wat ik al zei, ook in je mond wel redelijk proeft. Totaal niet. Echt in je keel. En ook het bitterheid komt ook in je keel goed terug. Ik vind hem lekker. Tropisch in de voorgrond. Licht pittig in de achtergrond. Mooi bier. Als ik een cijfer moet geven aan dit bier, krijgt het van mij een 7. Ik vind het een mooi bier. Niks aan toe te voegen. Eigenlijk alles zit erin wat je nodig hebt. Mooi bittertje. En dan hoor ik je misschien denken: hé, maar waarom 7 dan? Hij is redelijk in balans ook. Het is niet helemaal mijn stijl bier. Maar wat ze gecreëerd hebben, vind ik mooi. Dus vandaar ook gewoon een 7. Ruim voldoende. Heerlijk bier. Gerben, Dutch Beer Geek. Hartstikke bedankt voor dit bier. Ja, ik drink hem met heel veel plezier. Ja, rijmt ook nog mensen, alsjeblieft. Volg Gerben, Dutch Beer Geek op YouTube, Instagram en Facebook. En uiteraard de Dutch Beer Collective. Heerlijk. Lekker biertje. Het is mooi weer. Het is warm. Het is een beetje benauwd. Drukkendachtig. Ik ga hiervan genieten in de tuin. Hij is nu nog lekker koud. Dus ik zou zeggen, als jij vrij bent en je kijkt dit, of wat dan ook. Weet je, doe gewoon even hetzelfde. Ga even relaxen. Tijd voor jezelf. Als je dit kijkt, dan heb je tijd over, denk ik. Geniet lekker van een biertje. Maar wel met mate. Bedankt voor het kijken. Abonneren, liken. Uiteraard tot de volgende keer. Cheers.